Allard Lindhout, volgens mij het tweede seizoen alweer om aanwezig te zijn op het amateurvoetbalgala van Leiden Amateurvoetbal. Ja, dat klopt. Vorig jaar bij Dokkels en vandaag bij FC Rijnland. Ja. Jij komt op diverse plekken, in grote stadions, met grote spelers. Dan kom je hier, dan word je benaderd door leidenamateurvoetbal.nl. Wat vind je van zo'n website? Wat vind je van al die ideeën die wij aan het ontwikkelen zijn? Ja, ik vind het zeer groot wat jullie doen. Warmunda is mijn clubpie. Nou, ondanks door jullie heel veel in de schijnwerpers gezet vanwege de promotie naar de derde klas. Ja, weet je, en ik gaf jullie een compliment voor de hoeveelheid werk en artikelen die op de website staan. Want jullie hebben zelfs voorbeschouwingen van een vierde klas en zo. Pet je af voor wat jullie allemaal doen. Ja. Daar zit een hoop werk in, dat doen we met heel veel liefde. Maar het is ook goed om te horen dat clubs het ook erg fijn vinden dat we gewaardeerd worden. Warmunda, een trots man dan dit seizoen. Ja, dat kan je wel zeggen. Eerste twee wedstrijden geen punten gepakt en daarna eigenlijk ongeslagen gebleven. En voor ons, want ik vind het nog steeds ons, in het 70-jarig bestaan nu, dan het is gewoon kicken als je eindelijk een keer promotie meemaakt. Was voor ons een beetje nieuw eigenlijk. Ja. Na 71 jaar geloof ik? Ja, ik zeg net 70, maar volgens mij misschien wel zelfs wel 75. In ieder geval kan het me niet jeugen. Okay. Goed, dat is in ieder geval fijn om te horen. En nogmaals, felicitaties daarmee. Je hebt net gefloten, je bent vanmorgen begonnen met de jeugd. Met ja. De Rijnsburgse Boys D1 tegen de All-Stars D1. Hoe is dat weer om tussen die toch de pupillen te staan? Ja, pupillen, ik sta dagelijks tussen de pupillen. Want ik sta voor de klas in groep 7 en in groep 8. Maar weet je, dan is het mooi als je dat kan combineren. En deze leeftijdsgroep wil maar één ding, dat is winnen en lekker voetballen. En dat is leuk om de leiding aan te geven. En dan is het wel even schakelen hoor. Als je naar Rijnvogels tegen Boshuizen moet doen, dan is de aanspraaktoon weer anders. En zit het er weer bovenop. Je kaart ze even aan, Rijvogels en Boshuis. Een beetje de ploegen voor ons die wij als Leiden Amateurvoetbal benaderen. De ploegen op het hogere niveau. Wat vind je van die ploegen van wat je hebt gezien? Misschien niet beide op oorlogsterkte, maar het niveau bijvoorbeeld. Nou, ik zei net tegen een aantal vrienden die hier ook zijn. Beide teams hebben echt een goed niveau. En spelen ook gewoon tactisch goed, positioneel goed. Dat maakt voor mij af en toe iets makkelijker. Hè? Want de Hotse Knot Begonia, dat is voor ons vaak moeilijker te beoordelen. Veel meer duels, veel meer lopen. En dat maakt het... Doordat ze zorgvuldig spelen, maakt het voor ons ook wat makkelijker en daardoor ook wel wat leuker. Ja. Jouw assistenten vandaag, dat zijn er twee, ja. Die hebben volgens mij nog geen moment rust gehad. Nee, terecht. Werken. Nee, maar die doen het goed, hè? Ze staan bij iedere wedstrijd. Ja. Absoluut, absoluut. Ze doen er 5 en dat doen ze met veel plezier. En het is ook leuk om bij de jeugdwedstrijd dan te assisteren en ook op dit niveau. Ja. Ik wil jou bedanken voor je inzet tot nu toe, want de finale gaat nog komen, ook onder jouw leiding. En een beetje, ja. En dat gaan we volgen, hè? Zeker weten. Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Okay.